Pascal, het laatste duel staat op het programma voor de winterstop. Het is het duel met PSV. Voelt het gek nou om, om een laatste duel te hebben midden november? Ja, dat is best apart qua gevoel. Maar we hebben er genoeg tijd uh, voor gehad om eraan te wennen. En uh, nu is het zover. Ja, PSV. Wat ja. kan je erinneren van het laatste duel in Eindhoven? Uh, winst. <laughs> Dat is wat ik me nog weet te herinneren. Ja, het was, uh, was een interessante wedstrijd ook. Maar uh, we hebben echt heel uh, hard moeten knokken voor een goed resultaat. En dat zal uh, morgen niet anders zijn. Nee, nou, 2-1 wonnen we toen. Uh, Bruno Martens-Indy en Jesper Kalsel maakten ja. de doelpunten. Ja. Uh, het is overigens zo dat we de laatste drie duels hebben gewonnen van PSV. Daar in Eindhoven. Mm -hmm. Wat zegt dat? Nou, Dat zegt iets over de ontwikkeling van ons als, uh, als club en als team. Ik begreep dat de reeks daarvoor iets minder uh, florissant is verlopen. Uh, maar goed, het zegt alleen iets over uh, de afgelopen drie wedstrijden. Morgen zal echt een uh, volledig nieuw duel zijn, weer. Met een hele nieuwe impact ook uh, gezien de huidige situatie in de, in de competitie. Uh, dus ja, ik kijk er wel naar uit om ons weer te meten met een van de betere ploegen in, uh, in de Eredivisie. Wat verwacht je daarin, in die krachtmeting? Nou, ik denk een hele interessante wat dat betreft. Hè. De ontwikkelingen uh, lopen eigenlijk een beetje parallel. Alleen. Uh, onze laatste fase is wat, wat grilliger. En zij hebben die grillige fase in een iets eerder stadium gehad. Zitten nu in een iets betere fase. Met, uh, met onder andere de wedstrijd die ze onlangs wonnen in de arena. Overwintering in Europa. Dus uh, ja, er zijn een hoop overeenkomsten. Maar op dit moment uh, ja, zullen we toch even af moeten wachten hoe het morgen zich uh, gaat ontwikkelen om het verschil te. Uh, kunnen waarnemen. Ja, ja zij hebben dat vorige week gewonnen in de Arena. Hoe heb jij eigenlijk naar die wedstrijd gekeken? Nou, ik heb losse delen heb ik gezien uh, in het weekend toen. Uiteraard heb ik het inmiddels wel een aantal keren gezien vanuit de analyses. En uh, ja, dan zie je gewoon dat het een, uh, een heet potje is geweest, waarin volgens mij Ajax wel iets beter was dan, uh, dan PSV. Maar uh, PSV ook andere kwaliteiten heeft aangesproken die uh, minstens net zo belangrijk zijn in het voetbal om ook tot goede resultaten te kunnen komen. Ja. Nou, wij Efjen, uh, die missen we al eventjes. Uh, nu zag ik hem laatst hier weer lopen. Uh, hoe gaat het met hem? Ja, dat gaat goed. Hij traint volop mee weer, heeft geen pijn meer. En uh, sluit morgen voor het eerst weer aan bij de selectie. Kijk, dat is een mooi nieuws. Ja, dat is geweldig. Nieuws. Hoe, hoe blij zijn zij daarmee zelf? Ja, super blij natuurlijk. Kijk, als je als voetballer aan de kant staat en je bent aan het revalideren, dan voel je, je iets minder voetballer. En als je dan merkt dat je weer bij de groep volop kunt trainen en vervolgens nu ook in de wedstrijdselectie komt, dan uh, ja, word je zeker blij van. Ja, de andere jongen die terug is gekomen op Pavlidis, daar hebben we het ook al eerder even over gehad, maar die heeft ja. vorige week ook weer even gespeeld. Hoe zie je het bij hem dat het nu gaat deze week? Ja, goed. Hij traint volop mee. Eigenlijk de hele periode waarin we hem ook hebben kunnen benutten als wissel. Maar wel de boel, wel iets uh, verantwoord uh, moesten opbouwen. Ja, die is nu volledig weer beschikbaar. En uh, ja, uh, wat ik zeg, hopelijk uh, morgen ook weer in staat om het verschil te maken. Ja, tot slot. Uh, we hebben een voluitvak uh, daar in Eindhoven in het Philips Stadion. Hoe fijn is dat? Nou, ik wil echt benadrukken dat de fans tot op heden ons echt door dik en dun hebben gesteund, zowel internationaal als nationaal. Ik weet dat de jongens dat enorm waarderen. En als je zegt dat er morgen weer een vol uitvak is, ja, dat, dat typeert eigenlijk de relatie tussen spelers en fans op dit moment. En zo hoort het in mijn beleving ook te zijn. Dus we hopen morgen ze te kunnen voorzien van een, van een goede wedstrijd.